De landbouwsector in Nederland moet op de schop. Het gehele proces van voedselproductie moet gezonder en duurzamer. Dit is het geluid dat klinkt uit de kop van Malden. In het groene gebied tussen Nijmegen en Malden vind je onder meer voedselbossen, zelfoogsttuinen en boomgaarden. Op landgoed Grootstal zijn maar liefst 9 verschillende initiatieven te vinden. Die liggen op een route van 5 kilometer. Dus de hulp van een golfkarretje is mooi meegenomen. Nu gaan we de hoek om. Je houdt je goed vast. Ja hoor. Elke partij laat zien dat landbouw ook anders kan en anders moet. Het gaat erom dat je waarde toevoegt in plaats van uitput. En dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Ik denk dat dat geldt voor onze economie, maar ook de manier van telen, de manier van samenwerken. Dat eigenlijk de kern is van regeneratieve gedachtegoed. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren van telen. Hè. Er is agroforestry, er is biologisch, er is van alles. En ik denk dat het uiteindelijk gaat dat we onze systemen van de reguliere landbouw omdenken naar iets wat volhoudbaar is voor de langere termijn. Want dat hebben we nodig. Het is dus een plek waar je op zo'n open dag als vandaag veel over nieuwe landbouw kunt leren. Maar zelf blijven ze zich ook verbeteren. Ja, we zijn eigenlijk een soort van broedplaats. Nieuwsgierig naar nieuwe systemen. Maar zeker ook, ja, waarom niet ook met drones? Hè? Waarom moeten het allemaal antieke dingen zijn? Nee, dat is natuurlijk ook heel vooruitstrevend. En ik denk dat het modern is dat je als klant beseft dat je de kans hebt om 3 keer per dag te stemmen voor een toekomst. Met je vork. Dus duurzaam eten? Ja, ja, duurzaam eten en snappen wat de inspanning is van de duurzame boer voor het landschap van morgen. En die duurzame boer moet zijn producten natuurlijk ook aan de man brengen. Op landgoed Grootstal kunnen lokale voedselproducenten hun producten kwijt in de nieuwe pantry. Een onbemande streekwinkel waar je elke dag van vroeg tot laat je boodschappen kunt doen door middel van een app. Met die app krijg je ten eerste al thuis inzicht in de producten die in de winkel liggen. Er hangen allemaal camera's in de winkel die op de schappen zijn gericht. Daarmee kun je thuis al zien wat voor heerlijke, gezonde, lekkere producten er liggen. En als je dan bedenkt van, nou ja, ik wil dat of dat vanavond wel gaan eten. Je stapt op je fietsje en je komt hier aan en dan is de deur eigenlijk op slot. En ook weer door middel van de app te gebruiken, kom je binnen. En je scant de producten en vervolgens reken je af via iDeal of met de pinautomaat die binnenhangt. Super simpel dus. En voor dat gemak heeft Lagerwijs zich ook laten inspireren door eigen ervaringen uit het verleden. Nou, oorspronkelijk kom ik uit een klein dorpje en daar zijn in het verleden eigenlijk alle voorzieningen verdwenen. En ik kwam wel eigenlijk bij ons in de regio ontzettend veel lokale, nou ja, fantastisch mooie producten tegen bij boeren op boerenerven. En, maar ik kwam er ook achter dat vandaag de dag wel een hele omslachtige manier is om boodschappen te doen. De ene is op woensdag open, de andere op zaterdagmorgen. Nou ja, en om zo je boodschappen te doen, dat is gewoon veel werk. Dus ik had het idee dat het makkelijker moest kunnen. En vandaar dat we nu eigenlijk een concept hebben bedacht waar we al die lokale streekproducten bij elkaar kunnen brengen. En toegankelijk maken voor 7 dagen in de week gedurende de hele dag.